Hallo mensen, welkom in Doorkikkers voor de eerste keer. Ik ga jullie een beetje door het spel heen werken. Ik heb zelf nog niet vaak gespeeld. Het gaat er dus om, je bent zeg maar een SWAT team. En het gaat erom dat je elke tango killt. En op een gegeven moment krijg je ook extra objectives. Bijvoorbeeld dat je een hostage moet redden. Lock and load. Nou, let's do this. Op dit moment zit ik in het planning mode. En ik heb in deze missie heb ik 2 mensen. Als je wat verder komt, dan heb je uiteindelijk meer wapens en zo. Dus dan moet je ook echt kiezen van, oh, zet hem eerst erin en dan hem. Ik kies er nu voor om hem zo te laten lopen. Dat doe je zo. Als je dan met je rechtermuis klikt, dan kun je doen waar hij heen kijkt. Hem laat ik hierheen lopen. Laat ik daarin kijken. Maar ik doe nu ook dat hij moet wachten tot ik A druk, alpha. Nou, je kunt daar drukken of op space drukken. Als hij loopt, druk ik op alpha. Nu gaat hij ook lopen. Je zet ook 2 mensen en neemt hem uit. Nou, nu doe ik weer de planning was, zodat het geen tijd zeg maar doet. Maakt ook uit hoe snel je missie voltooit. Laat ik hem hierheen lopen. En laat ik weer op alpha wachten. Okay. En die laat ik dan hierheen lopen. Waiting for alpha. Alpha, go. Okay. Hier zijn nu een paar mensen en... Ja. Good job, we're done here. Er is nu 1 iemand doodgegaan, daarom... En omdat ik over de tijd heen zat, nummer 1 ster gekregen. Je kunt er ook voor kiezen. Lock and load. Let's do this. Waiting for alpha. On it. Roger. Wilco. Gewoon in 1 keer door te laten. Het werkt soms slechter. Als hij dood, wordt uitgevoerd. Good job, we're done. Er is nog eentje dood, moet ik hem later erin liefst. Maar, ik ben er wel binnen de tijd. Dus goed. Ik ben door naar de tweede missie. Oh, omdat ik het dus al een paar keer had gespeeld. Ik ben de Assaulter Class unlocked. Ik ga even kijken wat het doet. Dan kan ik het jullie ook meteen laten zien. Dan ga je hierheen. Ik heet nu de Trigger Happies. Ik heb 1 Doctrine... punt, die kan ik dus hieraan uitgeven. Nou, ik heb deze al, point shooting. En dat zorgt dus voor dat ze beter richten. Ik heb deze al, dat betekent dat ze sneller kunnen schieten. En omdat ik nu ook deze class heb geunlocked, kan ik ook nu hier iets aan gaan doen. Increasing, is increases aiming speed at close range, accuracy, recoil. Precisie, double tap, grenades, omdat ze wel sneller schieten. En nu is hij de pointman. En ik kies ervoor, omdat hij gewoon wat beter is, om hem een soldier class te maken. Hij heeft nu ook dit wapen. Als ik 10 punten zou hebben, dan staat er hier rechts. Zou ik deze kunnen lokken voor 5 voor die, 5 voor die, 15 voor die. Dat soort dingen. Ik heb dus dit wapen. Deze secondary. Die had hij al. Hij heeft dus flashbangs. En een spy camera. Hij heeft die. En die. Zo. Ik ga nu de tweede missie doen. Er zit ook een carrière, zeg maar, in. Die ga ik hierna doen. Dus dat wordt weer een serie. Zoals met allemaal andere games. Lock and load. Let's do this. Deze missie. Welke heeft hij? Waarom
willen wel. Om de een of andere reden heeft hij dus I'm on it. Dingen niet gegeven. Ik ga nu een flashbang gooien. Gooit je dus daarin. En als het dus loopt daarheen. Loopt daarheen. Ik ga ze allebei op alpha laten wachten. Wanneer de flashbang valt. Alpha, go. Het ging niet helemaal zoals gepland. Ik ga even restarten. Lock and load. Let's do this. Waiting for Alpha. Alpha, go. Eerst Alpha. Flash out. Bravo. Cops are here. Stuk beter, zeg maar. Roger. Trooper down. It's your hurt. Good job. We're done here. Nou, ik heb hem wel verbeterd. Ik heb hem alleen niet helemaal goed gedaan. Ik ga even kijken. Waarom? Tardis Smith. Sucks. Salt, je kunt ze ook. Gewoon neem. Tango's 5. Sniper fire can be triggered by pressing lock the S key. Let's do van this. Hinge in. Om de een of andere reden kan ik hier nog niet primaries gebruiken. Ik weet waarom het is. Het is waarschijnlijk gewoon doordat hij doordat ik nog aan het begin van de missie zit. Oké. Okay. Nu laat ik eerst zo lopen. Daarop. I'm on it. En met zich daarop. I'm here. On your mark. On your mark. Affirmative. Oh. En dan laat ik hier Roger. Lopen. On target. Hier is okay. Niks. Laat ik hier heen lopen. Okay. Ik neem hier even een kijkje. Straight down. No contact. Roger. Roger. Hit. Good job. We're done. En het is klaar. On target. Ik heb waarschijnlijk. Ik heb zelfs de tijd gedaan. Ik heb nu dus gewoon 3 sterren gehaald. Ik heb alles goed gedaan. Je kunt zelfs in de gedetailleerde statistieken gaan kijken. Hij is injured, hij ging nou als eerste, hij is promoted, ja, of wat XP, al dat soort dingen. Hij heeft 3 steken gehaald, gewoon met 2 kills gedaan, hij heeft 5 schoten gevuurd, hij heeft 4, dat soort dingen. Briefing. Dit is makkelijker, kicking the door. Deze missie hier is dus dat er een deur is. Je kunt er gewoon doorheen doen, dan duwt hij hem open. Je kunt ook zeggen. Je zo doet. Doet de spy camera. Dat heb ik nog nooit gebruikt. Hostile inside. Oh, dit is inderdaad wel slim. Dat kan ik zien. Dat zal wel zijn. Ik gooi hem hier. Als het slimmer is, laat ik hem daarin lopen. Flash out! Good job. We're iets langer dan gepland. En dat gebeurde ook doordat ik de spycamera heb gebruikt. Dit is de laatste missie die ik ooit heb gedaan. Ze weten dus van 3 zeker. Maar dat kunnen er ook 5 zijn, maar dit kunnen ook andere mensen zijn. Use only one trooper. Dat is een challenge. Dat ga ik dus niet doen. Hier kun je dus ook
andere dingen doen, dus ik kan hem niet terugzetten. En dan kan ik iemand anders gebruiken. Als ik nu lock and druk, load, let's do this. Oké, nu hebben ze ook dus alles geëquipped. Deze gebruik ik nu even, want nu weet ik gewoon dat daar iemand is. On it. Affirmative. Nee, wacht, hier, ik daarheen lopen. Counter here! On your goblin, covering. Okay. Ja, daarheen lopen. Oké, okay. Enter! I got hit! X-ray down. They go down. Good job, ja, we're done here. Proof result. Nou, ik heb het alles helemaal goed gedaan. Dit was voor nu even het filmpje. Ik wil nog wel zeggen dat ik volgende week misschien ga experimenteren. Dat ik elke dag een filmpje ga uploaden. Laat even weten of je dat een leuke idee vindt. En of je ze wel zou kijken of niet. Of je gewoon om de dag liever zou willen. En laat ook even weten welke tijd je het liefste zou willen. Want ik kan nu schedules uploaden, dus ik kan zeggen dat hij op maandag om 12 uur moet uploaden. Dus laat even weten welke tijd je het fijnste zou vinden dat ik hem zou uploaden. Bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog als je het filmpje leuk vond. Tot de volgende keer.